In Sint-Doelenrode hebben een groot aantal mantelzorgers woensdagmiddag een verwendpakket opgehaald. Aangeboden door de gemeente als waardering voor het vele werk dat ze doen. En dat werd op prijs gesteld. Nou, is natuurlijk toch wel leuk hoor, een kleine waardering. Dat het door de gemeente ook toch gezien wordt. Is erg mooi. De steun van de mantelzorgers is steeds harder nodig. En daarom vinden we het juist zo belangrijk om ze ook te waarderen. Daarom is het ook een onderdeel van mijn portefeuille. Binnen de zorgportefeuille hebben we mantelzorg ook echt onderstreept als iets wat we belangrijk vinden. En waar we in de opdracht richting de corporatie Sociaal Werk, waar de welzijnspartijen onderdeel van zijn, dat mee hebben genomen. En waarom we dit nu organiseren. Is natuurlijk heel moeilijk te zeggen, maar toch, ik ga elke dag met hem wandelen naar buiten. Voor de zorg, de boodschappen, het eten, drinken, de was. Schieten toch nogal wat uurtjes in per dag, maar ja, die tel je eigenlijk niet. Dat doe je gewoon. Dat is ook wel zoeken, hè? Want mantelzorgers hebben het vaak heel druk, omdat ze die zorg moeten doen en eigenlijk niet zomaar weg kunnen. En nou hebben we een moment gecreëerd waar ze toch eventjes de deur uit kunnen, een pakketje ophalen. Als het nodig is een praatje kunnen doen, want het is ook heel belangrijk om dat contact te houden. De mantelzorgers zelf er ook nog uit kunnen. En we hebben een verwendpakketje dat ze ook daarin even wat aandacht voor zichzelf kunnen hebben. Het gaat eigenlijk van lieverlee, bedoel je dat te zeggen? Ja, klopt, inderdaad. Hij heeft er ook niet voor gekozen. Dus dat doen we gewoon. Dankjewel. Dankjewel, gemeente. Ook in de andere kernen van Meijerijstad worden de mantelzorgers met dit pakket verrast. Zo konden ze donderdagmorgen in het Spectrum in Schijndel pakketten ophalen. Maar ook zijn er pakketten die rondgebracht worden bij de vrijwilligers thuis.